Een goede dinsdagavond alweer voor de vijfde aflevering van Carrière Mode F1 2020, Formule 1 2020. We gaan voor 15 blauwe duimpjes, dus doe dat blauw duimpje omhoog. Abonneer als je het niet gedaan hebt, we zitten ondertussen op 520 abonnees in 2020, waarvoor ik jullie wil bedanken in 2020 om zo talrijk aanwezig te zijn op mijn kanaal en om te steunen in een nieuw avontuur dat we eigenlijk ondanks corona toch hebben opgestart en toch een doel blijven houden zijn in 2020. Dus voorlopig 520 keer bedankt. Echt aan iedereen bedankt die daarvoor gezorgd heeft. Maar we doen gewoon door. Het is door jullie dat ik dit verder zet. En we gaan nu over naar de Q1. En we zien dat Giovinazzi voor ons rijdt. Die is ook uit de pit gekomen voor zijn eerste rondje in Q1. En laat ons zeggen dat hij ons niet gehinderd heeft. Kan ik wel overklappen. Dus dat is alleen maar goed. Maar kunnen we het Q1 op de softband doorstoten? Normaal gezien op de softband lijkt dat weinig problemen. Brengt dat weinig problemen met zich mee voor ons. En we gaan eens kijken. We gaan naar de laatste bocht. Kijk. Ja, goed aangesneden hoor. Goed aangesneden. En we gaan eens kijken. Exit van de bocht is ook goed. DRS-zone op het DRS. Op het DRS-moment erop. En dan 1.21. 1.12, 1.57 liever. Even verward. Maar dat kwam natuurlijk omdat ik al in het achterhoofd met deze ronde zat. Q2, dat is op de intermediate. Het is beginnen regenen in Nederland. En regen, dat is niet mijn ding. Dat kan ik nu al zeggen. Dat is echt niet mijn ding. Maar ja, ik had hiervoor al een rondje gedaan. En ik heb een tweede rondje moeten aan vastbreien om wat rapper te gaan. Om wat sneller te gaan. Want regen, echt waar. Het is een ramp voor mij op Formule 1. Maar ik heb me toch het hoofd koel gehouden en toch geprobeerd naar Q3 te gaan. Gaat ons dat lukken naar Q3 gaan? Ik weet het nog niet. Ik weet het echt niet of dat ons dat gaat lukken. Maar voorlopig ja, zitten we wel 19e ongeveer onder onze tijd van onze vorige ronde op de intermediate. En ziet dat het er allemaal wel rooskleurig uit. Een paarse eerste sector zowaar. Dus dit rondje zat het al wat beter. Ik heb wat moeten kijken en doen. In welke versnelling het moest zitten. Want het is natuurlijk niet zoals in het droge. In het droge kan je naar 2 gaan in de bocht. En dan kan je vlug naar 3 gaan en blijf je op de baan. Maar als je dat hier doet, dan ga je regelrecht de vangrail in. Dus je moest een versnelling altijd hoger zitten dan normaal. Dan op een band die voor het droge is. Dus en we hebben dat dan allemaal getest. En dat is eigenlijk al wel goed uitgepakt. Maar gaan we Q3 halen? Dat is de vraag. Dat is natuurlijk de vraag. Kunnen we naar de laatste team bij de beste 10 plaatsen zijn? Kunnen we in Q3 nog knallen voor een uitstekende positie op de grid? En we gaan afklokken op een 1.22.662. Ja, en 9e. Dat was snipt hoor. Het was snipt. Maar we gaan wel naar Q3. Dus op naar Q3. Jawel, Hamilton met de pole positie naar Q2. Maar goed, dat speelt voor ons weinig rol. We zitten in Q3. Dat was ook de doelstelling. En daarmee behaald. Maar nu zitten we natuurlijk er al wat beter in op de intermediate. We weten al wat we kunnen verwachten. We weten natuurlijk ook al wat het inhoudt om op een intermediate te rijden. Om in de regen te rijden. Ik, zoals ik al aangaf, ik kan dat niet goed in de regen rijden. Ik geef dat met veel plezier toe. Maar het is wel gebeterd. En dat zien we graag natuurlijk. En ja, kunnen we daar eigenlijk een top 3 plaatsen in de qualifier? Kunnen we daar eindigen? Überhaupt, ja. Dat is nog maar de vraag. Dat is nog maar de vraag of dan in Q3 echt vooraan de grid kan staan en kunnen meegaan strijden voor de winst. Want de race conditions die zijn wel droog. Dus ja, we kunnen misschien hopen op een toprondje op de intermediate. Wat we in voorgaande edities van Formule 1 en in voorgaande video's nog niet gekend hebben. Dat is regen. En wat we nog niet goed konden, is regen. Maar ja, het is wel gebeterd en dat doet me wel veel plezier. We gaan eens kijken hoe we nu gaan. Pole positie voorlopig 1.21.6 voor Hamilton. Kunnen we daaronder gaan? Kunnen we daaronder gaan? Kunnen we daaronder gaan? Onder Hamilton, we gaan het zien. We gaan het beleven. 1.21.4. Jawel, dat is beter dan Hamilton. En Hamilton heeft ook een 1.21.425 geleden. Ik 1.21.429. 4.000ste van de pole positie. En uiteindelijk valt dat allemaal wel nog mee in de regen. Op 85 moeilijkheid. Computers voor de mensen die het zouden vergeten zijn. Het, ja, het is zwaar in de Red Bull om Mercedes te bekampen. Maar op dit circuit is het dan toch gelukt. Toch voor Bottas. Maar kijk eens aan. Inderdaad.
Hier is het de laatste keer dat Niki Lauda zijn Grand Prix won. Het is 25 jaar geleden, zegt de commentator, dat we hier nog een reden hebben. In 2020 zou hij normaal teruggekeerd zijn naar het F1-circuit. Het spektakel in de Formule 1. Dus ja... Het heeft niet mogen zijn in 2020, maar hopelijk zien we deze baan in 2021 en kunnen we vol spanning uitkijken naar de start van het seizoen, maart 2021, in het echt dan. Daar kijken we dan toch naar uit. Ik kijk daar toch naar uit. Kijk eens aan, hier is de safety car. Ook van Mercedes, ja, een AMG, en die kan er ook op trappen. Kijk, hier de vliegtuigen over Nederland, over Zandvoort. En dan staat mijn team hier helemaal klaar met paraplu en al. Bij de rijders om de race te gaan starten. Maar we gaan straks bijna naar de grid. Voilà, en we gaan de grid nu proberen volledig benoemen. In vorige video's is dat niet gelukt. Hamilton op 1, 2 ikzelf, 3 Max Verstappen, 4 Bottas, 5 voor Leclerc, 6 Vettel, 7 Perez, 8 Stroll, 9 Sainz, 10 Daniello Ricciardo, 11 Lando Norris, 12 Esteban Ocon, 13 Pierre Gasly, 14 Romain Grosjean, Magnussen 15. En dan is het niet meer gelukt, het ging iets te snel. Mijn excuses, maar goed, dat achteraan de grid, daar moeten we niet naar kijken, want we staan vooraan de grid. En we gaan eens kijken. Oh, wat een start! Wat een start van onze Red Bull! Wat een start van onze Red Bull, jongens! We pakken de koppositie meteen over van de polepositie Hamilton. Van Hamilton, liever. Maar ja, het ziet er wel goed uit. Het ziet er al gunstig uit van in de eerste meters. Van in de eerste meters, liever. Van de race. Kijk eens aan. We rijden nog steeds op 1. We zitten ondertussen in ronde 5. En hier hadden we een probleem. Want onze vijfde versnelling die gaat wegvallen. Die is weggevallen in de race. Dus dat hebben ze ook gecommuniceerd. Van kijk, Stef. Je vijfde versnelling die is er van tussen. Heb ik dus... Een halve race moeten rijden 7-6-4 meteen. Ik weet niet of dat we nog gaan te zien krijgen. Nee, hier was het al gefixt. Maar dat is er dus gebeurd. En het was redelijk ambetant. Kijk, we hebben de tiende ronde gaan pitstoppen op de medium. En we komen voor Hamilton uit. Dat moesten we toch wel creëren. Om onze kansen hoog te houden om op die P1 te blijven. Want je weet nooit dat je team een tragere pitstop heeft en dat Mercedes een top pitstop heeft en dat hij dan voor je uitkomt. Heb ik al meegemaakt trouwens in carrière mode. Ik denk dat de vorige video was in China dat ik dat meegemaakt heb met Vettel toen. En nu ondertussen in ronde 11 nog steeds op kop. Dat is de ronde wanneer Verstappen, Leclerc en Bottas ook gaan pitten zijn. Verstappen die blijft zowaar op 2. Hamilton op 3, 4 Leclerc, 5 Bottas. Ja, het ziet er naar uit dat we een 1-2'tje gaan hebben hier in Nederland. Maar natuurlijk nog niets gereden, nog niets beslist. Red Bull voor de win. Ik wil het allemaal wel nog zien. Ondertussen iets verder in de race, ronde 14. En we zien dat Verstappen op 1,4 seconden zit van Hamilton. En dat het er allemaal wel gunstig uitziet voor Red Bull Racing. Maar de vraag is, kunnen wij hier op onze... op ons plaats blijven. Kijk, hier is het gebeurd. Heb je het gezien? Van 4 naar 6. Hier was de vijfde dus weg, waar ik het eerder al over had. Even mijn vijfde versnelling weg. Dat was toch wel bibberen. Dat was toch wel bibberen. En mijn excuses dat ik de camera een paar keer moet goed zetten. Maar ik ga hem eens moeten vastzetten. En hier krijgen we de geblokte vlag. Zwart-wit geblokt voor verkateren met de Red Bull. We trekken hem toch over de streep door even toch... problemen met de gearbox te hebben, trekken we hem toch over de streep. Coureur van de dag is voor Kimi Raikkonen. Maar wij gaan lopen met de winst. Verstappen op 2-3 voor Hamilton. We hebben de Mercedes goed liggen gehad. Niet. Dat is toch wel iets dat we nog niet vaak gezien hebben. Ook niet in deze carrière. Want in deze carrière is ook Mercedes oppermachtig. Hier staan we dan. De winnaar van de grote prijs in Nederland. Dat zien we graag natuurlijk. Dat zien we echt wel graag. Dat we de winst pakken en dat Verstappen op P2 finisht. Dat is wat we willen zien, niet? Hier ben ik dan. Dansje voor de supporters. Jawel, Verstappen op 2-3 voor Hamilton. En we krijgen de beker in handen. En daar zal Toto Wolff niet zo blij mee zijn.
dat kan je van op aan. Nou, kijk, België-Nederland 1 en 2. En dan verschalk ik de Nederlander in zijn, op zijn thuiscircuit. Ik wil u alvast bedanken voor het kijken. Bedankt voor het kijken in 2020. Hier kijken we, krijgen we nog eens de stand. Ikzelf, Verstappen en Hamilton 1, 2 en 3. Daar gaan we nog de stand mee pikken van het kampioenschap. Ik ben zelf naar 4 gestegen. Ik stond op 5. Vettel stond nog voor mij, maar die pakken we dus. Ik wil u bedanken voor in 2020 aan mijn zijde te staan. Om me te steunen, om me te helpen. Om haar die 500 abonnees te helpen. Dank jullie wel. En dan zie ik jullie graag gezond en wel terug in 2021. Iedereen, niet te veel drinken. En een gelukkig nieuwjaar alvast. Dus nog fijne feestdagen. En tot later.